dead, Buck. What just happened? He did everything right. In Iraq. Did he just murder his own cousin? Did I get him killed? Waar gaat het over? Heb ik hier gesaved? I didn't get much data. I hope there's enough. Where are you? Oh, shit. I've lost it there. Wow, wat veel, vriend. Godsamme. Sorry, mag ik heel even? Oh, ga aan de kant, aan de kant. Ja. Godverdomme, laat me gewoon in die auto zitten, man. Kom op, gas. Waar begon dit? Ik snap er niks van. Begint dit bij... Oh no. Bedbug. What just happened? Hey man, keep an eye out for that bitch. Keep fighting for shit. Did he just murder his own cousin? Schijnbaar. Weet ik veel. I didn't get much data. I hope there's enough. Rennen, Aiden! Man. Aan de kant! Oh! Sorry! Fuck mij up? Nee. Kees, wat een boel. Escape the Viceroys. Maar ik wil ze niet escapen. Fuck this, I'm a rail. Ik ga jou rammen. Haha. Welkom bij Watch Dogs, waarbij we zomaar midden in een aflevering beginnen. Kom op! Ah, Aiden! Wat is nou... Ik snap het niet. Ik begon met mijn missie, toen was het met die... Ik begon toch helemaal niet met... Nou, ik snap er niks meer van. Oh no. Bedbug. What just happened? Ik weet het niet. Did he just murder his own cousin? Did I get him killed? Ja, mogelijk. I didn't get much data. I hope there's enough. Yo, he's scary! Yo, we got no back, fella. What? Oh snap. Mooi helder trouwens. Wat zijn er veel? Waarom zijn er zoveel? God damn it! Ja, dat doe ik ook al. Oh, dat was het! Dat weet ik niet wel, omdat het eerst twee keer fout ging. Wow. It was only a partial download, but I definitely got something. It looks like his computer is full of blackmail on everybody. Just listen to these folder names. Ja. Police chief sex tape, Bloom CEO bribe, C
CTOS breaches? Rack's sitting on the most dangerous weapon in the city. When did the cops stay away? He's probably had a chat with the police chief. Can you see what's inside the folders? Not yet. I'm trying. Is there a folder for the Merlot? Merlot. Yes, there is. Good. I'll be there soon. Car on demand. Unavailable during missions. Dus dit is een mission. Yay! Mission completed! Waar gaat die muziek de hele tijd beginnen, joh? En waar is mijn volgende missie? Oh, laat me raden. Ik moet eerst even kijken waarvoor ik gebeld word. Hey. Hi. Hey, this thing still work? Bedbug, you're alive. You need to get out of there. Ja. Goed zo, jongen. I just thought maybe I could help you get your answers, you know, about your family. That video we saw on the screen. Iraq asked me about it, asked me what I knew about Rose Washington. Rose Washington? I don't know who she is, but that's the girl in the video. Iraq says she's dead. Okay, thanks. That might help. Yeah. Yeah. You and me? We done? We're done. You did good, Bedbug. Goed zo, Knel! Deze auto. Het is precies wat ik zocht. He made a lot of noise at Rossi Fremont. Please give me good news. Iraq's got dirt on a lot of people. His computer's full of it. Everybody from politicians to CTOS execs. Ja. Praat gerust verder. Oh, ik moet letterlijk hierheen. Ja, dan gaan we lekker fast treffen. Q. Weet ik alleen niet wat ze nou wouden zeggen, maar... Hopelijk gaan ze verder met het gesprek. The Merlot is in there too. I knew it. I told you it was there. It's encrypted. Oh, je back day meer, je bent een klootzak. But that video we found at the Merlot, the woman's name is Rose Washington. Oh. Way off the grid. Ik vind het goed. Ik vind het mooi. Schiet op. Hoppakee. Ja, goed gedaan, Aiden. Kan ik hier rennen? Ik kan hier rennen. Hop, 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 hop. Oh. Komt-ie. Hey, Chickie. Alles goed? Everything all right? I didn't get much. The upload was cut off. Shit. I knew it. Ik wist het ook. Okay. I have to find a way in myself. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. What am I supposed to do? Damien has Nikki, just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah, I'm not gonna give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. Alright, well let's just deal with one problem at a time. Alright? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? Hey, what about that, Tobias? Crazy guy. Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. Ha! I know how to be discreet. Nou, dat zien we. Sorry. Okay. Ja, hey meid, jij wou zelf samenwerken. Dan moet je nou niet gaan lopen zeuren. Wauw. Wat? Wauw. Wat wou? Raymond Kenny. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTO startup. He created the encryption. Oh, hij was het. Always have a backdoor. Well, he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he built this room. He's a genius. No, I mean a legend. I'm guessing legends aren't easy to find. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year. He's lurking somewhere. En wij gaan hem uiteraard zoeken. Okay. Everyone has a history online. We start there. We get Kenny's last known point and work backwards. He's been gone over a year. This could take a while. There. He's covered his tracks very well, but he's bounced through one location a few times. So we trace it back and we find his location.
In theory, yes. You'll need to reach that point and connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Yay! Okay, reach the location. We gaan dat doen. We gaan de location reachen. Huh? The fuck is dit? Bitch, waar is mijn lift? Huh? Oh, hier. Denk ik. Ja, hier was het. Oké, okay, goed. Nou, dan gaan we Kenny's bunker zoeken. In één keer hebben we het over Kenny. Fucking raar. Ik wil alleen maar die Damien door zijn hoofd in knallen. Ik wil het wel eens even zeggen, voor de mensen die Watch Dogs religieus volgen, om het zo maar te zeggen. Die het gewoon echt superleuk vinden. Bedankt. Want ik vind het ook serieus een hele leuke serie om op te nemen. En er staat weer een auto. Ik vraag me toch af wie die man is die de hele tijd die auto's daarheen brengt. Ik vind het zo raar. We willen geen muziek. Oké. Okay. Dan gaan we naar... Waar zit die toko? Waar is... Oh, daar. Oh, dat valt nog kapot mee. Oh. Man, deze... Die busjes die hier staan, die rijden echt als een vaatdoek, joh. If we find Kenny, you need to be careful. He's a very dangerous man. Dangerous, huh? What's his story? He's a Bloom whistleblower. Or a cyber terrorist. Depends on who you ask. Delivered his message by blacking out most of New York State. I remember that. 2003. Not just New York, that was most of Northeast. Was hij dat? Killed 11 people. Called it a software error. The hell was his message? Kenny was trying to warn everyone. He didn't trust people inside Bloom. But I don't think he expected anyone to die. Now he's in hiding. And we're about to find him. The place you're going is the very end point of Raymond's last signal. Hackers hide their locations by routing their packets through botnets. Yeah, it's a good trick. I've tried it myself. He's probably bounced his signal all across the globe. We'll have a problem if that signal ends in China or some faraway country. No, he's here. I don't care if he's gone off the grid. If this is Kenny's ex-Bloom, something tells me he wants to stay close to the action. Maybe. But if he really was in Chicago, why has he been so quiet? Yeah. Not the kind of guy to just sit back and watch. You said he killed those people. Must be a pretty price on his head. Good reason to stay underground. Nee, slim. Wat is zo'n klote auto trouwens? Come on. Kan ik niet een Porsche bestellen of zo? Mag niet tijdens missies, hè? Nee. Lekker tussendoor. En... We might have a problem. I'm picking up a lot of chatter about Rem and Kenny. That's strange timing. You said this guy's been dark for a year. I alerted someone when I found Raymond's signal. So we'll have company waiting for us. All right. Company waiting for us? What? Okay. Eentje maar. Don't relax just yet. Ze moeten hier meer zijn. Fuck is dat geluidje? Zijn er fucking veel.
What the fuck is dat geluid de hele tijd? What? What the fuck, dat geluid, ik zweer het je. The fuck is dat geluid, ouwe? Lucky shot. Shit. Someone's on to us, Clara. Let's make this quick. What am I looking for? Connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. Maak een computer. Oh. Gelukkig had ze al het weten waar dat ding dan zit. Niet dat hij zeg maar daaronder of zo zit. Nee, het is altijd een logische plek. Oké, Aiden, doe je ding. Old school shit. No wonder good cops can't shut the club down. Old school shit. Ik weet helemaal niet waar het over is, joh. Oh, oude computer. Clara, it's online. You're locked. Ja, ik ben aan het schieten, ja, ik ben aan het schieten. Het probleem met mij. Waar zitten ze? Hoe weet hij waar ik ben? I'll cover you, hey, vriend. Wat? Connection lost. Detroit, Pensacola, Montreal, New York. Rennen, Aiden.
Wat een bitches. Komt er een aan? Ik zag je wel. God damn it, we zijn er te veel. Ik heb geen idee wat jij weet dat ik denk dat ik weet waar jij bent. Kom dan maar hier, bam! Oeh. Hey. Had ik hem? Ik had hem, hè. God damn it, hoeveel van die bitches zijn er? Nou zitten ze in één keer buiten? Hoeveel van die dudes... Stay within range of a data download. Oh, zo. Doe je ding. Ik denk, ik schiet hem gewoon kapot. Shit, he's taking off. Guy's got a lead on Kenny. Can't risk him running with it. Nee. Precies.
I know, I'm on it. I'll shut them down. Hurry. Ja, 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 ja. Ik ben al onderweg. Chip, chip. En go. Daar is hij. Die vuile schoft. En hoe moet ik die takedown? Dat is een fucking bus. Hoe de fuck ga ik die downen? Het ding is zo robuust als een fucking blok beton. En je kan niet vanuit je auto schieten. Ja. Rijd door. Kijk hoe ga je, joh. Oh god. Nee. Ik raak hem kwijt. Oh, dan moet ik door die puinhoop heen rijden. Ja, ik weet het. Ik doe er wel wat. Goed gedaan. Hij gaat gewoon rechtdoor. Hoe moet ik hem stoppen? Hoe stop ik dat ding? Ik heb wel een plan, maar als dat mislukt... Dat was het idee, maar nou heb ik hem geselecteerd. En dat lukte mij niet snel genoeg. Gaat hij helemaal heen? Hey, jij daar? Wat ga je doen? Hij gaat er weer vandoor. Godverdomme. Nee. Bitch rijdt gewoon de andere kant op, hè. Ja, ik ben toch onderweg. Ik zie hem al. Hij ontsnapt helemaal niet. Oké, dit is kut. Hoe moet ik hem stoppen? Op de snelweg vooruit rijden en dan schieten. Honey, it's the best you could come up with, Ray. I better wipe the hard drive. I don't want anyone else tracking Kenny. Deze keer zetten we de auto klaar. Kan er ook niks misgaan. We weten nou wat er gaat gebeuren. Oké. Daar gaan we. Hij cleart hem. Hij heeft een andere jas aan. Hey. Ja hoor. Ja. Hang je telefoon op, vriend. Kom op, rennen. En... gas erop. Je hebt dit, Eden, je kan dit. Daarheen die bitch. Zo de snelweg op. Oh god.
Kom op. Gas! We dragen dat totaal niet. Hij gaat gewoon lekker door. Als ik dat nou ook even doe. Holy shit. Mijn auto is bijna KO, hè. Daar had hij me bijna. Ja, precies. Nee! Rot op! Hoe ga ik hem zo ooit erin halen? Ik heb veel geraakt, maar niet dat ding zelf voor mij. Oh snap. Hoe stop je zo'n bus? Bestuurd door een computer. Niet. No fucking way dat ik dat allemaal mis. Are you fucking shitting me? Heb ik nu serieus 7 granaten naar hem gegooid? Ja, ik zie hem toch? Wat wil ik zeggen? Ja, takedown, takedown. Zou ik graag willen, maar... misschien moet ik gewoon wachten tot ze benzine op is ofzo. Limerick. Waar ga je nou heen? Ja, die is redelijk kapot. Yay, die missie is completed. Oh, wat doe ik? Ah, we hebben hem gevonden. Ik weet niet wat het te maken had met het doodmaken van mensen, maar... hartstikke mooi. Ik vind het goed. Open de progression wheel. Hey, goed gedaan. Mooi zo. I got what I need. We're ready. I'm ready. I can't believe we found him. I haven't found him yet. Maar hij wordt helemaal nat in de broek. He might not even help, you know? If he decrypts those files, he's exposing himself. This guy was a whistleblower. You said those files had blackmail on Bloom. There was blackmail on everyone. I think an ex-Bloom radical would find that hard to resist. When you find Ray Kenny, what do you have to offer him? We've seen what happens when we dig. If he helps us decrypt those files, he's exposed. I'll find something. There's a reason he's hiding. Here. He turned against Bloom, exposed their abuse.
I can work. Zou het ons lukken om hem te overtuigen? Ik weet het niet. We gaan dat zien in de volgende aflevering van Watch Dogs. Bedankt weer voor het kijken. En vergeet niet even het likeje te doen. En te abonneren op DDG. En we zien de andere aflevering ook te kijken van Watch Dogs. Ik dank jullie vriendelijk. Tot de volgende keer. Tjallas.